Natuurlijk ben ik vandaag bij de training van ADO om te kijken of de nieuwe Chinese assistenttrainer Zhao Hongbo er is. Die is er niet. Wie er wel is, is John van Zweden, natuurlijk een echte ADO-supporter. En ik ben benieuwd, hoe denkt hij nou over alles wat hier gebeurd is? Ik zal met niemand willen rally. Ik ben bij de training geweest kijken, maar er was geen Zhao Hongbo te bekennen. Nee, ik heb hem gisteren is hij wel in het stadion geweest. Ik heb hem gezien met een dasje om zijn nek. Sjaaltje om, ja. En ik denk dat hij een week geleden nog niet eens wist wat Adenaar was en nou een sjaaltje om je nek gaan hebben. Nee, het is een vreemd verhaal. Ben je pissig? Nou ja, ik zit niet in een positie om pissig te zijn. Als ik Henk zou zijn, dan zou ik wel pissig zijn. Als supporter ben ik in zoverre, niemand weet wat er eigenlijk aan de hand is. Natuurlijk waren we teleurgesteld dat het van de week tegen Genemuiden misging. Maar elke club loopt dus tegen zijn zeepad op. En ik vind gewoon het negativisme wat er over mijn club naar buiten gebracht wordt op dit moment, daar ben ik gewoon niet blij mee. En als je Henk dadelijk met een Chinees die geen Engels lult, laat staan Nederlands lult, weet je, ja, ik bedoel, wat moet je met zo'n program op die bank? Als Henk dadelijk 2-3 wedstrijden verliest. En zo'n Chinees gaat dadelijk een paar keer buiten zijn dugoutje staan, dan zou je het zien, dan is Henk pleiterik en de rest van de stof en dan zit je dadelijk met zo'n grappenmaker opgeschreven. Ik zou daar niet blij van worden. Ja, maar wat gebeurt er dan? Want die kans is natuurlijk aanwezig. Hij zegt, hey jongens, bedankt, dank je de koekoek, maar die pas ik voor. Nou ja, dat maar dan staat de wereld in een fik hier, toch? Dan hebben we hier een groot narigheidje, want dan zit je zonder technische staf. Want ik denk dat dan iedereen opstapt. Kijk, de reden dat ik extra bang ben is gewoon het feit dat het in Wales hebben wij een tweede club. Dat is de grootste rivaal van Swansea, Cardiff, zeg maar. Die is overgenomen door een Maleisië. Nou, die binnen een jaar die hele club naar de kloten geholpen. Ik weet dat hij het hier niet voor elkaar kan krijgen, omdat er een statuut is dat het altijd in het groen-geel en altijd het ADO-kleur en altijd de naam moet blijven houden. Dus dan kan die kerel niet veranderen. Maar daar hebben ze de clubkleuren veranderd, het logo veranderd. Ja, dan kom je een supporter die ooievaar eraf had en een flikkerstraal dadelijk een draak op dat shirt. Daar moet je niet over nadenken natuurlijk. En daarom zeg ik gewoon, ik hoop dat die Chinees niet op het veld komt te staan, maar dat hij gewoon lekker boven in een aardwisseling blijft. En dat hij lekker kennis op gaat doen hier zo. En dat hij zo snel mogelijk weer pleiten gaat, zeg maar.